Kan je vandaag de dag beter starten met verkopen op bol.com of wil je liever gaan bouwen aan een dropship business? Vandaag ga ik je eerlijk vertellen wat tegenwoordig nog werkt. Als jij straks namelijk start met het verkeerde businessmodel, kunnen de kosten en de stress best wel hoog oplopen. In deze video ga ik je vertellen hoe jij winstgevend kunt ondernemen in 2023. Voor een startende ondernemer zijn beide businessmodellen aantrekkelijk, omdat je op een hele laagdrempelige manier van online bedrijf kunt opbouwen en kunt laten groeien, zonder dat je überhaupt nog een fysieke winkel nodig hebt. Toch zijn er echt wel grote verschillen tussen beide businessmodellen. Een dropshipping businessmodel is een businessmodel waar jij bijvoorbeeld als ondernemer geen eigen voorraad hanteert van de producten die worden verkocht. Je werkt samen met een groothandel of je werkt samen met een fabrikant die de producten dus direct naar jouw klant toe verzendt. Jij zorgt zelf voor een webshop en jij zorgt voor tractie op die webshop. Op het moment dat jouw klant een bestelling plaatst in jouw webshop voor een bepaald product, dan bestel jij dat specifieke product weer bij jouw leverancier. En jouw leverancier levert het product vervolgens bij de klant. Het grote voordeel voor jou als online ondernemer is hier dat jij minder risico loopt omdat je geen grote investering vooraf hoeft te doen voor voorraad en opslag. Je kunt met het dropshipping businessmodel dus heel veel producten tegelijkertijd gaan aanbieden in je webshop zonder dat je daadwerkelijk deze voorraad in huis hoeft te hebben. Het grote nadeel is dat je bij dit businessmodel veel minder controle hebt over de kwaliteit van de producten en het hele verzendproces. Deze verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de leverancier. Jij bent alleen maar de tussenpersoon. Dus als je gaat dropshippen, ben je verantwoordelijk voor klanten op je webshop. Dit kost geld. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om potentiële klanten op je webshop te krijgen, maar de meest gebruikte manier is toch wel via paid media, zoals Facebook en Instagram advertenties. Dit is dan ook meteen de grote kostenpost in dit hele businessmodel. En als je niet weet wat je aan het doen bent, dan ben je al snel verliesgevend met je advertenties en dat wil je natuurlijk niet. Als je gaat dropshippen, kun je gaan samenwerken met leveranciers over de hele wereld. Maar uiteraard kun je ook gewoon lokaal gaan kijken en gaan samenwerken met leveranciers uit Nederland. Houd er goed rekening mee dat de Nederlandse consument de snelle levertijd waardeert. Als jij zonder goed te communiceren pas bijvoorbeeld over 3 weken een product kunt leveren, ga je gegarandeerd klachten krijgen. Daarnaast wordt het door zaken als wet en regelgeving en Facebook-blokkades ook steeds lastiger om winstgevend te dropshippen. Oké, terug naar bol.com. Het is niet mogelijk om te dropshippen via bol.com. Althans, het is niet toegestaan. Een van de voorwaarden om te verkopen op bol.com is dat je namelijk altijd kan leveren vanuit je eigen voorraad. Als je gaat verkopen via het bol.com platform, ben jij dus verantwoordelijk voor het beheer van je eigen voorraad. Dit betekent dat jij de producten die je wilt gaan verkopen altijd op voorraad moet hebben en je bent zelf verantwoordelijk voor het hele verzendproces van je producten. Als je als startende ondernemer op bol.com wil gaan verkopen, moet je er dus altijd rekening mee houden dat je van tevoren moet gaan investeren in je voorraad. Dit kan in het begin misschien aanvoelen als een drempel, maar besef ook dat je er heel veel voor terugkrijgt. Bol.com is namelijk een gerenommeerd bedrijf in Nederland. Ze hebben een gigantische naamsbekendheid en ze bereiken elke maand miljoenen klanten. Als jij als verkooppartner gaat verkopen op bol.com, kun je profiteren van hun betrouwbaarheid en hun reputatie. Dit is een gigantisch groot voordeel ten opzichte van het dropshipmodel, waar je nog helemaal geen reputatie hebt opgebouwd. Zeker niet als je net start. Daarnaast heeft bol.com ook bizar groot marketingbereik in Nederland en België. En als verkooppartner kan jij natuurlijk ook profiteren van de marketing van Bol. Zij betalen namelijk jouw tractie en ze zorgen dat de klant bij jou een bestelling plaatst. Bol.com vraagt een commissie zodra jij een verkoop maakt en ja, dat is dus hun hele verdienmodel. Totdat jij een sale maakt, een verkoop, betaal je nagenoeg helemaal niets aan Bol. Dus het is gewoon een win-win situatie waar je veel beter uit de verf komt. Ook dit is dus weer gunstiger dan bij het dropshipmodel, waar je dus zelf moet zorgen voor het krijgen van klanten en dus eerst zelf ook in de buidel moet tasten om die klanten op je webshop te krijgen. Het is relatief gemakkelijk om te starten op bol.com. Het platform is heel gebruiksvriendelijk en je kunt eenvoudig en snel jouw online winkel opzetten en nieuwe producten toevoegen. Met Bolu als product research tool weet je ook exact welke producten goed verkopen op het platform, waardoor het investeringsrisico veel lager wordt. Dropshipping biedt ook echt wel voordelen voor startende ondernemers, maar verkopen op bol.com is in mijn ogen veel interessanter vanwege het gemak, de betrouwbaarheid en de marketing waar je van mee kunt profiteren. Bol.com is dus de perfecte springplank om ervaring op te doen binnen de e-commerce. Via de gratis cursussen die je kunt volgen via Bolu bijvoorbeeld, is alle kennis die je nodig hebt om succesvol te starten met verkopen op bol.com ook nog eens binnen handbereik. Als startende ondernemer zou ik eerder gaan verkopen op bol.com dan dat ik zou dropshippen. En als je meer wilt leren over verkopen op bol.com, klik dan even op het linkje hier beneden.